Hallo, mijn naam is Rolf en ik wil je graag wat laten zien van het Europees Archief. En specifiek over de Beethoven-verzameling die er is. Dit is het Europees Archief. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese bibliotheken, waaronder ook het Nederlandse Beeld en Geluid. En ik wil het specifiek hebben over de Beethoven-verzameling hier. Je typt hier Beethoven in. Nou, lijkt me vrij simpel. En dan ga je hier drukken op OK. En wat komt er dan? Een prachtige verzameling van allerlei Beethoven LP's. En dat is een beetje meer de zeldzame stuff die je hier kan vinden. Het Pascal kwartet bijvoorbeeld. Of ik noem maar Noel Milton Wood. Een hele onbekende pianist die hartstikke goed is. Max Rostal, ook al een onbekende grootheid. Erg goede violist. Maar ik wil graag laten zien deze. En dit is namelijk Clara Haskell. We gaan hier kijken, kunnen we Clara Haskell vinden? Ja, hier Clara Haskell. En wat is het? Het is een Westminster LP uit 1951. En de hele Westminster serie is zojuist door Universal gecanceld. Dus ja, daar zit je dan van, ik wil graag Clara Haskell hebben en ik wil graag die mooie versie daarvan hebben. Maar waar kan je die krijgen? Nou, nergens dus, behalve op het Europees Archief. En je kan hier een beetje de persing zien. Dit is de persing is een Franse Ducreté Thomson persing van het Archief van Beeld en Geluid. En een beetje een probleem op de website op het ogenblik is dat bovenaan zie je staan Record 1, Side A en dan Wave. Dit zijn de onbewerkte files. Dus voor mensen die zelf graag die klikjes en popjes eruit willen halen, die kunnen het hier halen. Maar dit is niet de versie die mooi opgeschoond is. Die staat beneden. Je kan wel hier de MP3 versie een zip doen. Dat zijn wel de schoongemaakte files. En kijk hier, hier staan de helemaal ontklikte opgepepte files die gewoon goed klinken. Het laatste deel vind ik altijd erg leuk. Je kan zien hier dat het in MP3 formaat is. Och, Forbis, vlak, Wave. Ik ga voor de MP3 versie. En voilà. Magie. Yes, yes. Hij is er. En dat niet alleen. Als je de rechte muisknop gebruikt, dan kan je hem dus gewoon downloaden. Kijk, tadaa, op je computer, gratis en voor niets, het Europees Archief. En er staat zo gigantisch veel op, er staan meer dan 800 LP's op. En ja, als je een beetje van klassiek muziek houdt en een beetje van aparte leuke dingen houdt en je bent in voor avontuur, dan moet je gewoon een keertje naar het Europees Archief gaan, want het is een prachtige website. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Doei!